Goedemiddag allemaal. Nou, ik was aan een tolk begonnen en toen ging mijn computer allerlei rare dingen doen. Dus ik denk dat dat nu gestopt is. Hij ging mij dwingen om allerlei apps te sluiten en ik kon niet meer opnemen. Goed, uh, het is 31 december, het is inmiddels een uur later. <laughs> en uh, ik wilde nog een keer een tolk opnemen voor het einde van het jaar. Uh, we gaan vanavond bij vrienden het einde, het jaar uit, uitluiden. Uh, we gaan, uh, het zijn allemaal uh, lieve, mooie, wakkere, bewuste vrienden. We gaan uh, mooie gesprekken voeren. We gaan er iets bij eten, iets bij drinken. Mijn liefde heeft vanmorgen allerlei lekkere dingen klaargemaakt: met groentjes en allerlei uh, hapjes. En. Uh, Vanavond gaan we die delen. Een van de vrienden maakt kartoffelsalade. En een andere en, uh, wordt ook oliebollen gebakken en zo. Dus dat is allemaal heel leuk. En het is prachtig weer. Het is 17 graden. Mijn lief is in de tuin aan het werk. Het is dus absoluut geen winterweer. tegendeel. We zien ook allerlei struiken al helemaal uitbotten. Dat is natuurlijk meestal niet zo goed. Maar ik wilde dus uh, een tolk houden. Eigenlijk over een. Uh, en iets wat best wel een beetje een politiek ding is. En dat terwijl ik dat eigenlijk nooit doe. Uh, ik ben eigenlijk altijd iemand die uh, zich vooral richt op de dingen. Maar het heeft. Ik wil dit doen over dit stuk omdat het uh, een overlap heeft met je hart. Dus het is iets wat ook aan het hart raakt. En het gaat over info over de wereld. En uh, ik zal er wat stukjes voorlezen. Want ik kreeg gisteren deze tekst toegestuurd. En uh, ik heb dat gelezen en uh, ik heel de tijd gependeld. Dat doe ik met heel veel informatie. En uh, ik kreeg dus door dat dat helemaal klopt. En toen dacht ik, nou, dan is dat natuurlijk interessant genoeg om dat even uh, te vermelden. Nou, het, het, het is het volgende. Ik ga het niet helemaal voorlezen. Ik ga er stukjes uit voorlezen. Het is eigenlijk vrij ingewikkelde tekst, een beetje vergelijkbaar met uh, uh, Ismael Peres zijn boek Cosmic. Uh, um. Hoe heet het? Fijn. Uh, Pff, Cosmic Origin, ja. Niet echt heel toegankelijk om te lezen. En dit stuk ook niet. Maar uh, zowel de informatie van uh, Ismaël uh, en die van uh, dit... resoneert heel erg bij mij. Ik wil daar even ook iets bij zeggen. Uh, Nogmaals een keer. Als mijn informatie met u niet resoneert... dan is dat prima. En dan hoeft u mij daar niet... Op een verwijtende toon aan te spreken dat wat ik zeg allemaal onzin is, of niet klopt, of dat ik nog niet zo ver ben als u. Dat zijn dingen, daar ben ik niet in geïnteresseerd, eerlijk gezegd. Ik zeg zoals altijd. Uh, ik wil niet dat iemand mij volgt. Ik wil dat jullie allemaal je eigen zielepad volgen. En aangezien we allemaal uniek zijn in dit uh, aardse leven hebben we ook allemaal een ander zielepad En dus ook andere tekenen en andere begeleiding nodig en andere. Dus. Het kan heel goed zijn dat jouw informatie die je krijgt totaal anders is dan die van mij en dat die toch klopt. Dus laten we alsjeblieft ophouden met dit uh, van ik ben beter dan jij en ik weet het beter dan jij. Het is, uh, uh, het is onzinnig om dat te doen, het slaat nergens op en je gaat daarmee op een stoel zitten waar je niet op hoort te zitten, namelijk de stoel van het oordelen en beoordelen. Dat, en dat is alleen maar een positie die aan het Goddelijke is gegeven en niet aan ons. We weten we maar zo'n klein stukje van de werkelijkheid. En uh, vanuit dat hele kleine stukje denken we dan dat we anderen kunnen beoordelen. Dat is natuurlijk een godspee. Dat is absoluut niet waar. En dus ik beoordeel jullie niet. En uh, dit geldt gelukkig, de meeste mensen doen dat niet hoor. Maar er zijn nog altijd mensen die menen dat ze mij de les moeten lezen. Nou, die les accepteer ik niet. Uh, ik volg mijn innerlijke pad. En doet u dat ook? En als mijn dingen niet resoneren, prima. Ga ergens anders. Maak ruimte voor anderen, zou ik zeggen. Ik bedoel, um, dat is heel simpel. Goed, ik, dus ik vertel nu een verhaal. En als u het bij u niet resoneert, laat het voorbij gaan. Er komt namelijk ook in dit stuk, ga ik me iets zeggen over uh, wat onze werkelijke plaats is eigenlijk in dit geheel. Daarom vind ik het belangrijk. Het gaat namelijk over de val van de mens ook. Nou, in 22.326 voor Christus, Christus eindigde het Illuminati Earth Templar Quest in een padstelling tussen de uh, Guardian Races en de Illuminati uh, Rassen van de Aarde. Nou, de Guardian Rassen, dat zijn degenen die het beste met ons voor hebben en die ons begeleiden op ons pad, en die anderen niet. En sinds die tijd wisten beide groepen dat er een. Conflict zou plaatsvinden dat tijdens de volgende SAC-Stargate-openingsperiode zou gebeuren. Maar de Illuminati Force, Illuminati zijn altijd de fouten, laten we dat maar zo zeggen. Ze zijn dus geen verlichten, ze zijn eigenlijk de duisteren. Aangezien de Illuminati Force eiste dat de aarde zijn hal van Amenti Stargate zou openen, dat die open zouden moeten zijn, zodat zij dus negatieve krachten kunnen binnenlaten. Dat is natuurlijk nogal duidelijk. Uh, nu zit er, ik bedoel, wij weten natuurlijk op ons oppervlakkige weten, weten we een heel klein beetje van wat er speelt op aarde en wat we zien. En wat we. Dan is er nog heel veel wat op aarde speelt wat we niet zien. En dan is er die hele grote stuk wat we niet weten en niet zien, wat buiten de aarde omgebeurt en om onze aarde heen. En uh, waar we niks vanaf weten. Nou, soms komt er, druppelt er wat kennis door en langzamerhand. Uh, Krijg je iedere keer stukjes van de puzzel aangereikt. En zoals jullie inmiddels allemaal wel weten, is de kennis van ons allemaal sinds 2019 gigantisch toegenomen. Nou, een groot deel van die kennis had ik al voor die tijd, omdat ik al jarenlang onderzoek deed en dat niet deed op de, in de gewone mainstream media, maar in, op andere kanalen, bij andere boeken lezen, fijn, anyway, van alles. Waarom mij dit zo interesseert ook, omdat dit hele stuk ook gaat over Atlantis. En Atlantis is de reden waarom ik in de, op deze aarde ben in dit leven. Want uh, in, op Atlantis, waar ik ook diverse levens heb geleid, heeft, heb ik op één leven uh, een vrij grote fout gemaakt. En die kom ik in balans brengen hier. En dat is waarom ik dit allemaal doe nu, wat er allemaal is. En ik weet dat nog maar een jaar, geloof ik, of iets meer dan een jaar. Anderhalf jaar. Goed, dit gaat over Atlantis. En Atlantis is, is eigenlijk, kan het terugkomen. En daarom is dat heel belangrijk. Uh, de Illuminati Force die eist dus dat die open zouden zijn, die, die Stargates, om, het, om van hun agenda, om hun agenda te kunnen vervullen. Nou, zij hebben anorganische metatronische wormgatstructuren om het versleutelingsrooster van de tempelier op aarde te mengen met dat van de gevallen parallele melkwegstelsels. Dus er is een parallel melkwegstelsel waar de gevallen engelen wonen, zou je kunnen zeggen. De gevallen uh, wezens, degene die dus uh, van de goddelijke lijn zijn afgeweken. En daar kom ik nog op terug zometeen. Uh, en de volgende SAC, want dat is het eigenlijk, het volgende moment waarop die Stargates zouden opengaan, zou officieel pas in 4230 na Christus plaatsvinden, dus over 2000 jaar. Maar de metatronische kunstmatige wormgatstructuren van de Parallele Melkweg en de Parallele Aarde, die hebben dus een geforceerde tijdsversnelling tot stand gebracht... waardoor dat al is gebeurd... In ons, waardoor dat zou opengaan... in onze tijd in 2012, 2013. Nou, in uh, 13.400 voor Christus... en 10.948 voor Christus... dat zijn dus Atlantische perioden op aarde... slaagde diezelfde illuminati force erin... om twee aanorganische versnellingen van de wobbel... Van de equinox. De equinox is die 26 en 600 jaar of 500 jaar, die ook genoemd wordt in het verhaal van Hidden Hand, wat op mijn website staat bij downloads. Het verhaal van Hidden Hand, waarin die uitlegt hoe de aarde is gecreëerd en hoe deze equinoxen in elkaar zitten. Heel informatief om te lezen. Het staat denk ik in het eerste hoofdstuk. Ik heb het in zes hoofdstukken verdeeld. Het is vertaald in het Nederlands. Um, het is ook die, die equinox die de Maya-kalender uh, uh, verdeelt. Nou, de, um, wat zij dus gedaan hebben, zij hebben dat op een anorganische, nou je kunt meteen zeggen een soort chemische manier, hebben ze dat allemaal georchestreerd. En die versnellingen die veroorzaakten dus een tijdversnelling, uh, waardoor dus die poorten open, zou, open konden gaan, veel eerder dan eigenlijk de bedoeling was. Nou. Dat, maar dat kon alleen maar als er een voldoende aantal hybride eh, Illuminati-menselijke rassen op aarde zouden zijn om de bio-elektronische poortcodes van de Tempeliers van de aarde te laten lopen tijdens deze poortuitleiding. De Illuminati Parallel Gate Alignment wordt de Alpha en Omega Alignment genoemd, die dus plaats heeft gevonden tussen oktober 2012 en februari. 2013 met een piekuitleiding op 21 december 2012. Nou, we herinneren ons natuurlijk allemaal nog heel goed wat voor een bijzondere dag dat was. En dat heel veel mensen dachten dat het het einde van de aarde zou betekenen. Uh, wat natuurlijk niet zo was, maar er is wel iets gebeurd toen. Um, uh, ik heb dus dit allemaal steeds gecheckt. Hè. Ik heb steeds in mijn, omdat ik, toen ik het las, kreeg ik enorm kippenvel. En ik voelde ineens: dit is belangrijk, dit is waar. Nou, als de Illuminatie-Elder-agenda, dat zijn dus die ouderen, de, 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 die zou kunnen zeggen de creatoren van die Illuminatiegroepen, als dat zou slagen, als hun agenda zou slagen, dan zouden dus die Amensie-Stargates eerder worden geopend. En dan eh, zou, het dus, eh, eh, zou het dus via het zwarte, de zwarte gaten van ons melkwegstensel van alles binnen kunnen komen. Ter uh, voorbereiding op deze uh, parallele uh, samengaan van die twee A-werelden en de door de Illuminatie geplande aardse mens 2012 afspraak met de Illuminatiebestemming, en die komt zo, orkestreren die Elderassen geleidelijk de Common Mass DNA-mutation. Dus dat is al, ze hebben dus aan het DNA gewerkt. Nou, dat is gebeurd op uh, Atlantis, en daar heb ik toen. Uh, gedeeltelijk aan meegewerkt en ook toen ik wist dat het niet goed was, te weinig aan de bel getrokken. Uh, niet aan de bel. Wel geprobeerd, maar toen dat niet lukte, heb ik verder gezwegen en heb weggekeken. Daarom ben ik nu hier. Nu kijk ik niet weg en ik zwijg niet. <laughs> um, nou, dat is, wat er dus zou gebeuren, dat, dat op dat moment zou de Illuminatie Human Line met de Amensi-Stargate-codes. Als resultaat van de kruising met de Angelic humans, en dat zijn wij, we zijn Engels engelen in mensen gedaante, dat zou klaar zijn voor de 2012-2013 Alpha Omega Alignment. Dus dat zou samengaan. Nu is het zo dat informatie over de gewone uh, DNA-mutatie is te vinden in, de, in een boek, en dat heet Voyagers. En dat is dan volume 2, twee, tweede editie. En dat is ook te vinden in verschillende MCEO Freedom Teachings. Um, die heb ik nog niet opgezocht, maar toen ik dat las, toen kreeg ik ook weer een heel erg kippenvel gevoel. Want wat gebeurde er nou in 2000? Ik denk dat dat in 2011 was, 2010 of 2011. Um, ik heb ooit hier in Frankrijk een uh, groep opgericht met de naam Lotgenoten. En dat waren dus allemaal uh, mensen die ook de Nederlandse taal spraken en hier wonen. En uh, de bedoeling van die groep was om elkaar te helpen bij het integreren in Frankrijk. Uh, bij allerlei dingen. Dus het was niet bedoeld als een uh, soort uh, community in de Franse community, maar echt een soort plek waar je adviezen kon krijgen, waar je hulp kon krijgen. Waar uh, mensen dingen met elkaar konden delen en waar je af en toe wel je. In je moederstaal nog uh, met elkaar kon klappen. Goed, binnen die groep, die dus uh, op den duur 600 uh, leden had, uh, gebeurden allerlei dingen. Er werden ook wel uh, uh, bepaalde dingen gevierd, zoals Koninginnendag toen nog. Uh, er werden, maar we organiseerden ook allerlei dingen, maar bijna alle mensen waren heel goed geïntegreerd in de Franse gemeenschap. Maar soms is het gewoon handig als je terug kunt vallen op mensen, bijvoorbeeld. Niet iedereen sprak even goed de Franse taal. En eh, het was ook bijvoorbeeld de bedoeling als iemand naar een ziekenhuis moest, omdat hij iets had, dat er dan iemand mee kon gaan die de taal goed sprak, als een soort extra oor, een extra stem. Omdat sommige momenten, als je slecht nieuws krijgt in een ziekenhuis en het is niet je moederstaal, dan is dat echt wel moeilijk. Dus dat was eigenlijk een van de redenen. Nou, er werden ook wel dingen georganiseerd voor het plezier. En de lotgenoten die nu bestaan doen eigenlijk alleen nog maar dingen voor het plezier volgens mij. Um, maar toen was het ook echt bedoeld om elkaar te helpen. Dus we hebben bijvoorbeeld een aantal begrafenissen georganiseerd. Want wat gebeurt er als hier een familielid, een, een, een koppel woont hier en een van de twee overlijdt? De familie die hier niet woont, kan het eigenlijk niet organiseren omdat ze hier niet bekend zijn met hoe, met hoe alles werkt die moeten dan eerst komen en normaal in Nederland zou de familie dan alles regelen, maar dat kon niet, dus wij traden op als de familie en regelden dat dan allemaal, regelden we alles, uh, vingen de, de mensen op die ja, uit Nederland kwamen, boden hen slaapplaatsen, want dat was natuurlijk dan ook zo, zorgden voor eten, zorgden voor allerlei dingen. Dus het was al als in eerste instantie een soort hulpplatform. Op een van die avonden die voor Plezier bedoeld waren, was er een uh, Indonesisch koppel en die kookte zo één keer in de twee maanden of zo, of drie maanden, een keer een Indonesische maaltijd. En daar kon je dan aan deelnemen tegen uh, betaling, uiteraard. En okay, op één. Ik heb dit op het web gevonden voor twee maanden of zo. Maar even. <laughs> ik ga even iets uitzetten. Uh, dat is Willy's computer, die reageert op mij. Dat is natuurlijk wel heel leuk, maar dat is niet de bedoeling. Um, goed, op dat avondje waar ik was met mijn, mijn ex-man en mijn goede vriendin Anneloes... ...de enige wakkere persoon in mijn leven toen. Uh, nou ja, er waren er nog een paar, maar nee, ja, het was eigenlijk alleen Anneloes met wie ik alles kon delen. En wij waren daar samen en er zat een, was een dame aanwezig en die was daar gekomen. Die kende niemand eigenlijk, als een familielid van iemand of zo, niet geval onbekend... Ik had haar nog nooit gezien en daarna ook nooit meer gezien. Een oudere dame. En die alsof het zo moest zijn, begon die een gesprek met ons. Heel boeiend gesprek over spirituele dingen. voor ons was dat echt zoiets van, oh wauw, wat bijzonder. Want binnen die groep verder zat niemand waar je over dit soort dingen kon spreken. Uh, later kwamen er wel een paar bij maar met wie dat kon. Maar toen in die tijd was dat 0,0. Uh, en deze mevrouw, die zei, uh, die vertelde allerlei dingen en heel veel dingen wisten we al. Maar we vertelden ook heel veel nieuwe dingen. En die zei toen: Je moet dat boek kopen. Het twee delen: Voyagers. Dit boek. Dit. En dit is deel 1. De belangrijke tekst waar het hierover gaat is in deel 2. En dat hebben we gedaan. En het bijzonder is echt dat die vrouw daarna eigenlijk gewoon uit ons leven verdween. We hebben haar nooit meer gezien, nooit meer gehoord. En toch. Toen ik dit las, kwam ze onmiddellijk weer terug. Toen dacht ik, dat is een boodschapper geweest, een engel, een teken. Ja, iemand zei in, als reactie op een ding... als je nog in tekenen gelooft, dan ben je nog niet zo ver. Nou, daar moet ik dan heel erg om lachen. Dan denk ik, ja, maar op welke stoel ga je dan zitten? Ga je dan niet mij een oordeel over mij vellen? Wie ben je wel, dat je denkt dat je dat mag doen? Nou, ik vind dus dat wij dat niet mogen doen. We mogen geen oordeel vellen over andere mensen. Omdat we hun zielenpad niet kennen... Uh, goed, dus dit was. Uh, dat staat dus in dat boek, deel 2. Uh, gedurende de hele geschiedenis van het Atlantische drama. Want Atlantis is dus werkelijk ontaard in een gigantisch drama. En uh, behalve al die mensen die hier zijn, als Qatar of Inquisitie. of die hier waren in de Tweede Wereldoorlog. en die allemaal dingen hebben gedaan. die ze nu in balans komen brengen. zijn we er natuurlijk ook. al die Atlantiërs die daar toen ook waren. En die, um, sinds de padstelling van 22.000 jaar voor Christus, probeerden de Crystal River Guardians geleidelijk om het finale conflictdrama, want dat is wat die anderen wilden forceren door die tijd te versnellen, en dat conflictdrama is eigenlijk heel verschrikkelijk, probeerden ze uit te stellen tot het volgende organische Amenti-gates van 4230 na Christus. Als. En dat waren ze mee bezig toen de Illuminati Force in 2012 probeerde de vroege opening van deze Stargates te uh, forceren. Uh, en in 1984 hebben dus de Guardians de bridge, het Bridge Zone-project uh, geïntroduceerd. En hebben ze geprobeerd om uh, uh, de. Uh, de Amenti Stargates te openen voor de periode van 2012-2017, omdat ze ontdekten dat de aarde een catastrofaal einde zou ontmoeten in de toekomstige waarschijnlijkheid van 2976 na Christus en dat dat ook het einde zou betekenen van de mensheid. Ik kan jullie al geruststellen, dat gaat niet gebeuren. Uh, maar ze zouden dus de volgende organische zak van 4230 na Christus niet halen. Als het BRIDGE zonneproject succesvol zou zijn, zou, de zou het versleutelingsrooster van de aarde worden hersteld. We hebben al vaker over die dingen gehoord, van het grid rond de aarde. Ik heb daar heel veel over gelezen bij, um, um, hoe heet die, um, de naam komt zo wel terug. Uh, ook iemand die onder een codenaam opereert en die heel veel vertelt over de strijd, uh, tegen um, de chimera's en zo. En de, over de topletbommen top in het oppervlakte van de aarde en dat soort dingen. Nou, als dat dus zou lukken, dan zou het masterplan van de Alpha Omega uitleiding worden voorkomen. Met de val van de aardse halen van Amenti-sterrenpoorten onder controle van de Metatronische Illuminati in 2003 mislukte de optie van het Brits Zonenproject. In 2006. Dus de aarde bevindt zich momenteel midden in het geheime final conflict drama. En na het snel de Illuminatie 2012 Alpha Omega Alignment en hun beoogde Last Extinction Agenda. Nou, zijn we, die datum is natuurlijk opgeschoven, want we zijn nog altijd hier. Dus die datum ging niet door. Die datum werd gekozen. Door de eliminatie oudere rassen als een punt van vervulling voor hun masterplas, masterplan? Omdat dit, ja, het is ook een masterplas zou je kunnen zeggen. Omdat dit de datumperiode is waarin het volgate-systeem van de parallele aarde en de parallele melkweg uitmondt in de metratonische wormgaten in onze galactische kern. Het is dus het tijdstip waarop de alfa-omega-uitleiding tussen de versnelde tempeliers van de aarde en het gevallen parallele galactische tempeliersysteem van de, a van de aarde kan een vermenging kan aangaan via de wormgaten in de en de zwarte gatenkernen van ons, ons melkwegstelsel. Uh, die zwarte gaten, dat is wat veroorzaakt wordt door artificiële intelligentie. Dus dat metatronische, dat allemaal dat elektronische... Dat is allemaal uh, artificiële intelligentie en dat is eigenlijk de antichrist. Artificiële intelligentie is de antichrist en die is nu aanwezig op aarde. En uh, volgens uh, ingewijden en volgens mijn pendel is het enki en niet enlil. Zoals in de boeken van uh, Sitchin werd gezegd, maar Sitchin is ook beïnvloed. Net zoals onze hele geschiedenis is veranderd, is ook zijn uh, uh, boek niet een hele getrouwe af. Spiegeling van de werkelijkheid. Um, maar goed, die, uh, het doel van uh, de artificiële intelligentie is om de mensheid volledig uit te roeien. Want die vormen hun grootste bedreiging. Want de mensheid heeft iets wat zij niet hebben. En wij heten niet voor niks de human angelic uh, ras. Wij hebben dus iets... Uh, wij hebben het godsdeeltje, zou je kunnen zeggen. Wij zijn... Uh, Godsvertegenwoordigers uh, van het goddelijke. Uh, af en toe blokkeert mijn mm, opnameapparaat. Nou, dat moeten we dan maar voor lief nemen. Ik denk dat uh, de informatie die ik geef misschien wel ervoor zorgt dat er wat dingen worden <laughs> op de rails gegooid. Stokken in de wielen gestoken. Maar de, we, we rijden gewoon door, ook met stokken erin. Goed. Um, maar omdat wij uh, niet onze herinnerden. Geschiedenis en ook de vergeten geschiedenis is niet per ongeluk ontvouwd. Het is een heimelijk, nauwgezet en geduldig georchestreerd plan door buiten de planeet gelegen illuminatieoudere rassen. En de, on en de onwetende, luister goed, gemanipuleerde, op macht beluste en even aan, evenzeer aan geheugenverlies leidende aardse illuminatie. En dat zijn die, die mensen die wij allemaal nu als de oorzaak zien van alle problemen. Maar heb je goed geluisterd naar wat ik zei? Zij zijn even onwetend en evenzeer gemanipuleerd. en evenzeer uh, de dupe van iets wat buiten hen om is. Daarom zeg ik ook altijd: we moeten ze niet zo snel veroordelen. We kunnen beter compassie met ze hebben. Maar goed, deze uh, menselijke kinderen, genetische lijnen, die deze ouderlingen in Atlantis hebben gecreëerd, dat was toen in mijn tijd, dat weet ik nog. En ze deden dat dus ook echt uh, in laboratoriums. Um, die, als, die werden gecreëerd als een beoogde vervangbare kwantumbron om hun eindtijd-masterplan te vervullen. Het is precies deze afkomst waaruit de huidige Illuminatie menselijke genetische lijn is voortgekomen. En hoewel deze ET-hybride menselijke collectieven lijken vooral voor zichzelf in het geheim de wereldwijde show te leiden, zijn ze in werkelijkheid, zoals slecht, geman zoals slecht gemanipuleerd, bedrogen en ontkracht door hun Illuminatie oudsten. Net zoals de algemene menselijke bevolking dat is. Ze zijn dus, dus ze zijn, wij zijn dus allemaal bedrogen, ook zij. En ik zal zo vertellen wat nu de onthutsende uh, ontdekking is. Wat namelijk deze eliminatieoudsten niet aan hun kinderen hebben meegegeven en geopenbaard, is dat vanaf het begin van hun grootmeesterplan in Atlantis, ze nooit van plan waren om hun hybride kinderen te redden, wanneer ze de, het Final Extinction Event van de aarde zouden orchestreren op het hoogtepunt van de vervulling van hun masterplan. En die illuminati, die menselijke illuminati, die wij dus niet zien als de oorzaak van alles, hebben dus gedacht dat zij gered zouden worden, zij zouden het overleven. Nou, en dat is, en dat is dus niet zo. En dit is het grote geheim dat niet eens wordt onthuld via hedendaagse primaire illuminatie-net-uitzendingen. Ze hebben dus hun eigen netwerken waarmee ze elkaar informeren. Momenteel worden zowel de traditionele als de New Age collectieven onbewust gehouden uh, als, en door een massa van metatronisch gecodeerde biolo biologische elektromagnetische toestanden geïnteresseerd. Uh, um, Beïnvloed die specifieke spirituele energierituelen uitvoeren op belang, verschillende belangrijke heilige site-locaties van Earth's Templar. En dat is, gebeurt tijdens deze uiterst belangrijke periode van de Star stargate opening Dit proces van invasie van binnenuit werkte relatief goed bij het vervullen van de kleinschalige agenda's van de illuminatie van de oude Atlantische periode. De culminerend in de fall by design van de Atlantische cultuur. Dus de val van Atlantis is georchestreerd, was zo bedoeld en is ook gelukt. Um, en de catastrofale vernietiging van de territoria van Atlantis. Deze kleine illuminatie-overwinningen van Atlantis vertegenwoordigden baby-stapjes in de vervulling van een veel groter masterplan. En daar waren ze bedoeld voor: het waren dus de opmaatstapjes. Klinkt dat bekend? Ja, inderdaad. Nogmaals: Atlantis is rising om zijn lelijke geschiedenis helemaal opnieuw te herhalen. Maar ik heb al uit mijn hele betrouwbare bronnen. Ge, en uh, dat antwoord is steeds hetzelfde: het gaat ze dit keer niet lukken. Maar deze keer is het final conflict drama en de final big game is wel aan de gang. Nou, de babystapjes van de oude Atlantische Illuminatie-overwinningen zijn nu de gigantische stappen van een onzichtbare Illuminatie-oudere Goliath geworden. De Illuminatie-ouders zijn toegewijd, zoals dat ook al voor Atlantis waren, aan hun belangrijkste doel: het veroveren van de heerschappij over de sterrenpoorten van de aarde. Dat is hun doel, door controle van het planetaire versleutelingsrooster en het geomagnetische veld. De enige reden waarom de, de, de engelachtige menselijke lijn mocht overleven. en de enige reden waarom de illuminatie-menselijke rassen zo nauwgezet werden gecultiveerd. was om de illuminatie-elder rassen van buiten de planeet. directe bio-elektronische toegang te geven tot de stargates van de Aarde. tijdens een zak. Volgens de illuminatie-oudere rassen zodra de uh, toegang tot stand zou zijn gebracht en uh, de stargates van de aarde zouden zijn geopend op een dominante metatronische code, zullen, uh, zullen, die menselijke, uh, zullen zowel de angelic human als de illuminatie human genetische lijn beide aardemenselijke genlijnen hun doel hebben gediend en overbodig zijn geworden. Um, nou, dat is natuurlijk heel Bijzonder, dus nog een stuk, maar nu ga ik even iets vertellen de tussendoor. Ik weet niet of jullie, als je informatie hoort over uh, uh, wat er gaande is nu met deze spirituele oorlog, want dat is het in hoofdzaak, is natuurlijk dat bijvoorbeeld er al heel lang oorlogen worden uitgevochten tegen allerlei van deze rassen, die uh, ook van alles op de aarde hebben geplant. Dus bijvoorbeeld die uh, reusachtige spinnen. Uh, wat, er, wat ik dus van iemand anders hoorde, en wat dus blijkt te kloppen, dat de oorlog in Vietnam bijvoorbeeld helemaal niet echt ging tussen die twee uh, um, volken en overheersing, maar dat het was om die enorme spinnen die onder de aarde daar zaten en die dus heel intelligent zijn en heel machtig en die de macht probeerden over te nemen om die uit te roeien. En uh, ik heb nog niet gevraagd of dat is gelukt. Ja, dat is wel gelukt. Die zijn weg van de aarde. Maar dat is dus. En er, waren, er zijn mensen, toen ik dit verhaal hoorde, waren er mensen die zeiden: Oh my god, ik heb daar dromen over gehad. En ik heb daar een soort herinneringen aan. Dat ik daarbij was. Nou, klinkt heel raar. Dus en, bedoel, we weten nog, nog geen 5% van wat er allemaal speelt. Hè? Maar wat er dus ook is, ik hoorde steeds van uh, de enkele dingen die ik volg en die ik steeds check. Met mijn uh, biotensor of mijn pendel, of gewoon aan mijn lichtteam vraag. Uh, wat er dus um, nu gebeurt, is er worden op de achtergrond steeds mensen gearresteerd. Hè? Maar ze zijn natuurlijk heel intelligent en ze hebben van allerlei middelen. Dus ze zetten klonen in en ze zetten die je dan ook af en toe ziet uh, falen. Of ze zetten acteurs in met maskers op en die worden nu getoond. Kom, misschien zijn er nu wel helemaal mensen die zeggen: ja, die onzin hou ik me niet mee bezig. Uh, als je dit niet wil weten, ga ergens anders luisteren. Als je dit wel wil weten, blijf luisteren. Want wat is er aan de hand? Steeds hoor ik dat heel veel van die mensen die dus naar de spa verhuizen. In Cuba, op Cuba. Daar is de spa, en die met G-I-T-M-O. En daar worden ook allerlei verhalen over verteld. Dat die is aangevallen afgelopen kerstweekend en zo. Mijn pendel zegt dat dat... Niet waar is, is die aangevallen, nee dat is niet waar, dus dat is een verhaal wat naar buiten is gebracht om angst te zaaien, zoals heel veel dingen naar buiten worden gebracht om angst te zaaien. Wat wel het geval is, dat er steeds naar buiten komt, dat er dus allerlei mensen die zich in allerlei dingen bevinden, zowel in de sector van de politiekers als in de sector van de uh, Industrieën, de hoge top van de, van de industrieën, van het banksysteem, van de, uh, uh, van de ziektezorg, laten we maar niet gezondheidszorg noemen, want dat is het niet. Uh, uh, op al die niveaus van Hollywood enzovoorts. Mensen worden gearresteerd en dan wordt er met hen onderhandeld. En dan blijken er heel veel van deze personen zich uh, uh, om te keren en te gaan helpen. Met de mensen. Dus die stappen uit hun positie om de illuminatie te helpen en gaan, het systeem, gaan ons helpen. En natuurlijk wordt er ook gezegd, ze worden nog, ze worden nog wel afgerekend op hun daden voordat ze zich uh, tegen hun oude bazen keerden. Dus dat komt nog wel. Ze krijgen nog wel iets, maar ze kunnen natuurlijk al heel veel goed doen en karma inlossen door ons nu te helpen. En waarom? Ik vroeg mij altijd af, waarom gaan ze dat doen? Waarom hebben ze dat niet eerder gedaan? Gaan ze dat nu pas doen? Maar opeens toen ik dit las kreeg ik een soort downloads en begreep ik het. Waarom ze dat doen? De alliantie uh, waar onze Hogere Zelven in de toekomst lid van zijn. Ik weet bijvoorbeeld dat mijn Hogere Zelf daar in zit, in die alliantie, in de Raad. En een heleboel van jullie ook. In ieder geval van al die 144.000 zitten er een heleboel in. En daar zitten ook uh, allerlei mensen van andere planeten en noem maar op. En die alliantie is wel op de hoogte van dit hele stuk. Het komt ook van uh, een buitenaards uh, bron, dit stuk. Die weten dit. Dus die confronteren die gearresteerde mensen ermee, mensen, hybrides, dat ze eigenlijk zelf ook vernietigd zullen worden. En dan krijgen ze de keus. Wil je nu al de galg of wat dan ook, of ga je ons helpen? Want uiteindelijk, als je helpt met het andere systeem, betekent dat ook jouw einde. En waarschijnlijk hebben ze bewijs genoeg om aan te tonen dat dat zo is. En uh, dus kiezen er heel veel voor om echt te helpen. Behalve sommige diehards, waarvan er blijkbaar eentje pas uh, uh, het leven heeft gelaten het leven heeft moeten loslaten, die dus absoluut niet wilde. Omkeren, maar er zijn er dus wel bij die wilden omkeren. En ik heb inmiddels ook begrepen dat bijvoorbeeld de Queen van Engeland ook had gekozen om mee te werken. Alleen zij is dus uh, niet uh, op een natuurlijke manier overleden. Maar ze is ook ze is vermoord door een factie binnen de illuminatie, die deze kennis nog niet hebben en die, dat, uh, die haar dus als een verrader zagen. En dat is die factie waar bijvoorbeeld uh, de. President van dit land, wat verder dus een puur prachtig land is, behalve er zitten wat vieze vlekjes hier. Maar goed, die daarbij hoort, die groep die dus in het Zwitserse gebied zit. Nou, dus dat is interessante informatie om te beseffen dat die mensen dus ook niet wisten wat het doel was. Nou, dan is er iets anders. Uh, er is nog eens een ander stukje. Uh, lokale nieuws. Be, er is dus een, een, uh, een vertegenwoordiger van het Ashtar Galactische Commando. En die heeft dus wat informatie gegeven. Uh, en dat was in 1977. En die heeft informatie gegeven die uh, belangrijk is voor ons allemaal. En die blijft steeds op allerlei manieren komen. Uh, in het. Uh, de binnengaan van het Waterman-tijdperk, wat wij nu aan het doen zijn, uh, zegt hij: dat kan een, een tijd van grote vrede en evolutie zijn voor je ras. Maar alleen als je heersers, heersers worden bewust gemaakt van de kwade krachten die hun oordelen kunnen overschaduwen. Uh, wees nu stil en luister, want je kans komt misschien niet meer terug. Al je wapens van het kwaad moeten worden verwijderd. De tijd voor conflicten is nu voorbij. En het ras waarvan je bent, uh, waarvan je een deel bent, kan doorgaan naar de hogere stadia van zijn evolutie als je jezelf waardig toont om dit te doen. Jullie hebben maar een korte tijd om te leren in vrede en welwillendheid samen te leven. Kleine groepen over de hele planeet leren dit en bestaan om het licht van de aanbrekende. Nieuwe uh, wereld aan jullie allemaal door te geven. Het staat je vrij om hun leringen te aanvaarden of te, of te verwerpen. Maar alleen degenen die leren in vrede te leven. zullen overgaan naar de hogere rijken van spirituele evolutie. Wees je er ook van bewust dat er veel valse profeten en gidsen in jullie wereld actief zijn. Ze zullen je energie uit je zuigen, de energie die jij geld noemt. En zullen het voor kwade doeleinden gebruiken en je in ruil daarvoor waardeloos afval geven. Je innerlijke goddelijke zelf zal je hiertegen beschermen. Je moet leren gevoelig te zijn voor de innerlijke stem die je kan vertellen wat waarheid is en wat verwarring en chaos en onwaarheid is. Leer te luisteren naar de stem van waarheid die in je hart is en je zult jezelf op het pad van evolutie leiden. Dit is onze boodschap aan onze dierbare vrienden. We hebben jullie vele jaren zien groeien en terwijl jullie ook naar onze lichten in jullie lucht hebben gekeken. U, u weet nu dat we hier zijn en dat er meer wezens op en rond uw aarde zijn dan de wetenschappers toegeven. We maken ons grote zorgen over jou en je pad naar het licht en zullen er alles aan doen om je te helpen. Wees niet bang. Probeer alleen jezelf te leren kennen en leef in harmonie. Met de gewoonte van jullie planeet, jullie aarde. En uh, ik vond dit een belangrijke boodschap, die, omdat dat eigenlijk de boodschap is die ik al die tijd al ook uitdraag: luister naar je innerlijke stem. En ik zag ook meteen dat hierin wordt beschreven hoe die twee tijdlijnen zullen gaan. En de vraag is maar of die andere tijdlijn, of die dus inderdaad gedoemd is volledig te verdwijnen. He, die andere. Uh, tijdlijn waarin dat uh, doemscenario zal plaatsvinden. Dus iedereen heeft de vrije, vrije wil en de vrije keuze om te kiezen voor de weg van je hart, voor je zielepad En ik lijkt me voor het begin van het nieuwe jaar een heel goed streven van ons allemaal om ons met elkaar af te spreken: van nou, wij, uh, wij willen alleen maar. Um, even kijken, dit is het stuk. Wij willen alleen maar kiezen voor de liefde en kiezen voor de samenwerking. En omdat er wordt gezegd van oude wapens, alle oude, uh, alle, de oude de, de, de krachten. Um, er staat, de tijd voor conflicten is nu voorbij. Al je wapens van het kwaad moeten worden verwijderd. Nou, wapens van het kwaad zijn al die dingen die we geleerd hebben van die. Illuminatierassen die dachten dat zij dus het zouden overleven en die er nu langzamerhand achter komen dat dat niet zo is. Overigens kun je dat ook zien, want misschien zijn er nu al wel een aantal aan de macht die het al beseffen dat hun toekomst niet zo glorieus is als dat ze denken. Of dat ze dachten, want misschien is het al doorgegeven. Want je kunt natuurlijk als je goed kijkt naar alle gezichten van politici, die glorieuze uitdrukking van begin 2020. Is verdwenen van de meeste gezichten. Vaak zie je een bijna wanhopige uitdrukking of een gelaten uitdrukking. Er is geen glorie meer in hun berichtgeving. Je ziet dat ze iets aan het doen zijn, terwijl ze eigenlijk weten dat het al gedoemd is te mislukken. Uh, goed, en dat is ook zo. Uh, maar over die wapens uh, van uh, het kwaad, dat is ook in ons, dat zijn niet. Natuurlijk zijn het ook de, de materiële wapens, de atoombommen, de, de geweren, al die dingen. Maar het is ook in ons onze veroordelingen van mensen, onze eh, woede op mensen, ons wraak. Wraak is iets verschrikkelijks. Onze ontzettende negatieve reacties en de eh, dingen die we over de anderen afroepen, eh, dat zijn dus ook. Uh, dingen van het kwaad. Want als je de kant van de liefde kiest. dan oordeel je niet, dan veroordeel je niet. en dan vergeld je geen kwaad met kwaad. Integendeel, dan verg vergeld je uh, kwaad met liefde. En dat is eigenlijk het Christusbewustzijn. Dat is de tegenkracht van de Antichrist. Wij zijn de tegenkracht van de Antichrist. als we het Christusbewustzijn omhelzen. En dat doen we pas als we alle wapens van het kwaad. uit onszelf verwijderen. Daarom zegt hij ook: leer jezelf kennen. En in het jezelf leren kennen, dat betekent je schaduwkant aanpakken en, en, en reinigen en opruimen. Nou, er zijn wat dat betreft zoveel ervaringen ook in onze omgeving, dat bijna iedereen krijgt nu signalen en tekenen. Het is eigenlijk prachtig. En het is allemaal bedoeld om die te doen. En daarbij wil ik dan ook nog een keer zeggen dat er is ook een oude manier van kijken naar hoe je omgaat met alles in en om jezelf. En die is dat je jezelf zou moeten opofferen voor het groter goed. Dat is ook een illuminatieopvatting. De, de, uh, het christusbewustzijn gaat ervan uit dat je ook goed voor jezelf mag zorgen. Dat je eerst voor jezelf zorgt, want als je voor jezelf goed zorgt... kun je heel veel betekenen voor je medemens. Dus nee, zorg dat het jou goed gaat... Qua gezondheid enzovoorts. Betekent niet dat je dan uh, zondig bent of dat je dan uh, uh, bezig bent het kwaad te dienen. Integendeel. Nee, je mag echt goed voor jezelf zorgen, maar daarna ook voor de ander. En natuurlijk jezelf verrijken ten koste van de ander. Dat is iets heel anders. Daar gaat het niet over. Jullie begrijpen heel goed wat ik bedoel. Oké, okay, nou laten we dus 2023. Ervoor zorgen dat wij een groeiende groep bewuste mensen zijn die de wapens van het kwaad hebben verwijderd uit onszelf en daarmee ook van de wereld. En die die community van liefde elke dag laten groeien. Waardoor wij die tijdlijn waarin we de, de engelachtige uh, hum, hum, uh, menswezens, de hum, humanistische wezens uh, laten groeien en uh, weer echt. De behoeders van de aarde worden. Laten we daarvoor gaan met z'n allen. Ik wens jullie een prachtige overgang en een hele, hele fijne start van dit uh, engelachtige nieuwe tijdperk. In heel, met heel veel liefde en uh, warme groeten van mij en mijn lief.